Mickey G, and my humble self, Dick Johnson. Enjoy the music, enjoy the memories. This is Free Radio. This is Focus International. Het is ook weer mooi geweest zo, hè. Maar we zijn verwonden met Telstar International van Oost-Nederland. Een plaatsing en verwondering voor iedereen die geluisterd heeft. Als de Sunny Pirate niet te veel is er nog, heute of morgen. Ja, Rolf, Sunny, schöne Abend da an deiner Seite und schöne Tage gewünscht, hè? Yes. What we have for you is Wire from 1989 and the B-side of Eardrum Buzz, which is pretty good. We have played it before, but I make no excuses. You wouldn't make any excuses or apologies, would you? If you felt like hearing it, you'd just slam it on. Old collection of records. Now, I've got quite a few, believe me, and some real CRAP amongst them, but there are some good ones as well. And I came across this one, produced by Joe Meek. It's by David John and The Mood. David John and The Mood, Joe Meek production. Do you remember it? I don't know, but I do just about. It's called Digging for Gold. So we're going to ask for this lot, shall we? Focus International. Just a bang when you're ready. Remember, a dog is not just for Christmas. If you're very careful, you'll have a bit left over for Boxing Day. Goedemiddag, de luisteraars van Goedemiddag Amateurs. We draaien hier nou nog een paar instrumentale plaatjes en dan is het weer einde verhaal hier. Kijk, de stekker hier uit. Het is weer gebeurd voor vandaag, weet je wel, voor de eerste kerstdag. Ik hoop dat de plaatjes in het knakken gebruikt zijn en hebben geluisterd. En dat een beetje naar genoegen was geweest van deze kant. Hè. Ik heb dit met plezier gedaan. Het is al een hele tijd geleden onderzoek dat ik dat apparaat aan heb gehad. Maar het is wel goed, hè. Het apparaat is voldoende door luisteraars. Een paar instrumentale plaatjes en dan is het einde verhaal, einde oefening hier zo. Hè. Ook Erik nogmaals even bedankt voor de reacties vanaf die kant. En we blij dat het meegeluisterd is aan die kant. En ondanks nog zo goed was, hè. Dat kwam er niet af van het kleine apparaatje. Nou, het andere apparaat heeft iets meer power. Hè. Ja, net wat je zegt, de nieuwe heeft daar wat meer levercapaciteit nodig. Hè. En die staat momenteel niet aangesloten, ik heb de 380 momenteel van stroom af. Hè. Dus zodoende dat ik van 380 hier in het vuur heb. En, maar goed, dat komt wel weer hierdaags, hè. Dus we hebben afgesloten vanaf deze kant. Dus met de verbouwing en de steun van de apparaat af. Dus er komt binnenkort wel weer wat aansloten, hè. Dus we zijn alweer klaar. Deze nou deze wel weer ben afgelopen. Daar ben ik zo blij mee, trouwens. Ja. Nou, dan doe ik even Campesiaan nog een klein stukje. Maar anders dan red ik het niet, hè. Dus allemaal kunnen zien, dus allemaal... Wat is het, hè? Come on.
Pierre de